De commissie heeft als taak om in principe alle acties die niertransplantaties, de voorbereiding en de uitvoering daarvan bevorderen, uit te voeren. En tegelijkertijd hebben wij ook als taak om een nationaal protocol op te stellen. We hebben als taak om erop toe te zien dat al de regels en wetten en protocollen nageleefd worden als commissie. En ik heb wetgeving net genoemd, wet en regelgeving. Daar hebben wij ook een bijzondere bijdrage te leveren. We zijn bezig met een transplantatiewet. Al dan niet, niet alleen voor niertransplantaties, maar ook voor alle andere transplantaties. En we zijn nu bezig met de conceptwet. Het is de bedoeling om die op zeer kort termijn in te dienen voor goedkeuring en acceptatie. We hebben al een maand heel veel lobbywerk ook gedaan. Het is de bedoeling dat wij als commissie totaal verantwoordelijk zijn voor alle handelingen en acties in het kader van transplantaties. We zorgen ervoor dat alles centraal geschiet. En we zijn nu op het punt met twee counterparts van ons, waarbij wij hele goede afspraken hebben met hen. En waarbij wij nu weten dat wij heel hard moeten gaan om uiteindelijk op zeer kort termijn de eerste transplantaties te laten geschieden. Er is natuurlijk ook goed nieuws voor de mensen die graag getransplanteerd willen worden. We zijn op 24 augustus bezig geweest aan tafel. We hebben aan tafel gezeten met de drie nefrologen om hele goede afspraken te maken. Onder andere dokter Anders Ingrid Heerenveen. We hebben ook met dokter Anders Amar Punwasi gesproken en dokter Anders Subhas Gurdar. Het is belangrijk om te weten dat de nefrologen die wij hebben ook kennis dragen van niertransplantaties. Vooral de twee laatstgenoemden, dan heb ik het over dokter Punwasi en dokter Gurdar, die hebben tijdens hun specialisatietraject ook in een niertransplantatiesetting gezeten. Dus die hebben heel veel ervaring en de laatste die heeft zelf een superspecialisatie niertransplantaties. Dus we werken natuurlijk met een team van experts hier in Suriname, maar ook met een we gaan natuurlijk in zee met een buitenlands team die al in de setting zit van niertransplantaties en bekend is met alle processen van niertransplantaties, zodat wij niet opnieuw wielen moeten gaan uitvinden. Dat is ook niet de bedoeling. Het is natuurlijk zo dat wij gebruik gaan maken van de expertise die deze mensen gaan meegeven, los van de ondersteuning in het transplantatietraject, in het voorbereidingstraject en ook het natraject, dat heel erg belangrijk is, de nazorg. Gaan wij dus ook gebruik maken van hun expertise en gebruik maken van de momenten om ook onze mensen hier on the job te trainen. Opdat wij op een bepaald punt ook zo ver zijn om alles zelfstandig over te nemen. Wat belangrijk is, de identificatie, oftewel pre-screening, is niets anders dan het identificeren van potentiële ontvangers. Dat gaat dus gebeuren door de nefrologen, zoals ik al zei. Zij gaan in hun patiëntenbestanden na van wie een potentiële ontvanger kan zijn. En natuurlijk ook als mensen zich zelf aanmelden of patiënten zichzelf aanmelden bij de nefrologen. Wordt er natuurlijk eerst gekeken op basis van de medische geschiedenis van de persoon, van als desbetreffende potentiële ontvanger wel voldoet aan onze gestelde criteria om verder in het screeningstraject te gaan. Tweede waaraan zo'n persoon of tenminste ontvanger moet voldoen, al dan niet de eis die wij stellen is dat je ook een donor hebt. Want als je geen donor hebt, kun je niet getransplanteerd worden. Wij treffen voorbereidingen om te werken met living donoren. Dat zijn levende donoren. Wij hebben op dit moment de faciliteiten niet om te werken met postmortale, oftewel dead donoren. Dat zijn mensen die al zijn overleden. Dus vandaar dat wij moeten werken met living-related en living-unrelated donoren.
de living-related donoren, om dat even makkelijk uit te leggen. Dat zijn de mensen in de familie zelf. En living-unrelated donoren, daar heb je dus, die zijn dan geen mensen van de familie, maar misschien een altruïst die komt en zegt van dat hij in staat is een nier te doneren. Hij heeft 2 gezonde nieren en wij weten dat je met 1 nier goed door het leven kunt. En dat de altruïst dan zegt van, hey, ik wil een nier doneren. Dan wordt er natuurlijk ook gekeken van als een potentiële ontvanger en desbetreffende donor op immunologisch gebied, op immunologisch vlak, matches en mismatches hebben. Dat is dus een beetje dieper gaan kijken als er eventuele mogelijke afstoting kan plaatsvinden. In geval er geen matches en zo zijn, gaan we natuurlijk ook verder moeten kijken van met wie of met welke patiënten, ontvangers, er wel matches zijn om dan verder zo'n koppel in het screeningstraject te ondersteunen of te begeleiden. Dat is dus als je in de familie geen donor hebt. Als je in de familie een donor hebt, kom je natuurlijk ook naar ons toe, want het is niet alleen belangrijk voor de ontvanger, maar ook voor de donor, dat die weet waar die aan toe is. En dat die ook goed door het traject begeleid wordt. En natuurlijk komt zo'n koppel dan naar de nefroloog. Vanuit de nefroloog wordt er dan actie ondernomen. In de zin van een objectieve kijk eerst. En vervolgens het screeningstraject dat wordt ingezet. Waarin er natuurlijk echo's komen bijkijken. Laboratoriumonderzoek, pathologie, er kunnen nierbiopten plaatsvinden. Van alles dat nog eromheen kon bijkijken om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen van dat zowel acceptor of ontvanger als donor voldoen om het transplantatietraject in te gaan. Dus heel erg belangrijk om toch nog te verduidelijken dat indien iemand zegt ik wil een niertransplantatie, dat het niet zo hoeft te zijn dat desbetreffende persoon echt ook in aanmerking komt. Het hangt er vanaf. Als er voldaan wordt aan de gestelde criteria, dan gaat het proces ingezet worden. En verder gaat de patiënt of de ontvanger dan samen met de donor ook in het screeningstraject. En vervolgens wordt er dan getransplanteerd. Het is ook belangrijk om te weten als de patiënt zegt van dat die apart informatie nodig heeft. En dan met de patiënt bedoel ik de ontvanger in dit geval. Of de donor die zegt van ik wil toch wel apart informatie. Ten eerste zei ik al, u kunt zich wenden tot de behandelende nefroloog. Maar wat er ook kan gebeuren is dat de ontvanger of de donor ook naar het ministerie van Volksgezondheid zou kunnen komen. En of zou kunnen bellen op de nummers 07743-742 en 0858-00002. Van daaruit wordt er dan verder informatie gegeven omtrent het maken van een afspraak en voorlichtingsgesprekken of familiegesprekken, indien dat nodig wordt geacht. Ik heb dan nog een laatste boodschap die ik wil meegeven. Het is heel enorm fijn dat wij op dit moment op een punt zijn gekomen waar wij ook werken aan transplantaties. Het is natuurlijk belangrijk om te weten dat er natuurlijk ook gedialyseerd wordt in Suriname. Dat weet ieder, dat er gedialyseerd wordt. Dan nog zouden wij niemand dat willen toewensen. Dat iemand komt en zegt van ik wil gedialyseerd worden, dat is niet vanzelfsprekend. Als je op een punt bent dat je nieren het niet meer doen, dat je nieren niet meer functioneren, dan word je natuurlijk ten eerste geadviseerd om te dialyseren. En het is geen aangenaam proces, het dialyse traject. Ook de overlevingskansen en ook de complicaties die gepaard gaan met dit traject zijn niet fijn om persoonlijk te ervaren. Dus ik zou willen zeggen, en ook niet omdat er nu gezegd wordt dat er getransplanteerd kan worden, dat je zou denken van halleluja, ik mag doen en hebben wat ik wil. Ik zou blijven zeggen, blijft u op een bepaalde manier letten op uw voedingspatroon, blijf letten op
natuurlijk hoeveel u beweegt, uw gewicht. En zeer belangrijk, vooral voor Surinamers, zoutgebruik. Probeer ook daaraan iets te doen als u overmatig zout gebruikt. Want ook dat zorgt voor disbalans in het lichaam van zouten. En ik zou zeggen, in totaal, let gewoon op je levensstijl. En zorg ervoor dat u uw nieren blijft beschermen, want uw nieren zijn goud waard. Meld je aan bij de nefroloog, de behandelende nefroloog, als u onder behandeling bent van een nefroloog. Anders dan kunt u zich ook wenden tot de huisarts. Ik zei het ook al, de commissie heeft als taak om protocollen, regels en wetten te maken. Maar het is dus belangrijk om mee te geven dat wij ook een nationaal protocol zullen lanceren, waaraan ook huisartsen gaan moeten voldoen. En dan is het de bedoeling dat als zo iemand bij de huisarts gaat, dat de huisarts ook eventueel contact kan opnemen met de nefroloog. Je hebt dan wel een schakel erbij, maar dan heb ik het over situaties waarbij bijvoorbeeld een patiënt zich misschien toch wel op zijn gemak voelt, eerder op zijn gemak voelt bij de huisarts of zo. Dus daar moeten wij ook even hele goede afspraken maken, ook op basis van de protocollen. En tweede is dat de patiënt of de ontvanger in dit geval, of de donor, gewoon langsloopt op het ministerie, zich aanmeldt op het secretariaat. En van daaruit zullen ze verwezen worden naar de coördinator of desbetreffende persoon die ze verdere instructies zou kunnen geven.